28. No, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Fish hier weer en vandaag weer een hele nieuwe Sharpshooter hier op mijn kanaal. Zoals jullie weten vind ik Sharpshooter heel erg leuk om te doen en ik ga ook meteen een vraag stellen aan jullie. Dat is namelijk, ik wil eigenlijk iets van een serie doen met Sharpshooter. Iets waarbij ik mijzelf moet gaan testen. Heb ik wel een paar kleine ideetjes, maar ik wil toch jullie kijkers even de vraag stellen van wat kan ik doen met Sharpshooter wat leuk is hier op mijn kanaal. Wat je kan zeggen van, hé, dat is leuk om te doen. Weet je, dat is leuk om naar te kijken. Laat het dus even achter bij de comments. En als je dat toch even doet, dan doe dat een blauwe duimpje even omhoog. Als je natuurlijk de video leuk vindt. Dus we gaan gewoon kijken wat ik nu ga krijgen. Dat is altijd grappig. Oeh, 3 bar. Had ik in het begin. We beginnen met die Executioner. Executioner. Dual wheel. En dat is best wel eetserig, is dat. Best wel lullig. Zo. Oh! Dat was zo snel gespawnd weer naast me. Holy shit. Ja. Oké, komt ie. What the fuck? Hey! Oh. Zit die? Nee! Haha! Oh my fucking god. Type 25 AIDS ding is dat. Ik vind het echt een slecht wapen. Ik maak er toevallig meteen mijn eerste kill mee. Dat is altijd zo natuurlijk. Oh, er zit trouwens ook een YouTube op, zo te zien. Maar vind het pure AIDS. Hele pure AIDS, maar ja. Hij gaat wel lekker trouwens. Oh, moet niet altijd... nee, genoeg tube, ja. Het is wel terecht natuurlijk, maar ik ben altijd iemand die blijft een beetje heen en weer gaan op één plek. Dat is eigenlijk ook best de tactiek als ik eerlijk ben. Want ja... Hey! Zag een spawn... Huh? Zag een spawnen daar, what the fuck? Oh. Dit was slecht. Dat was slecht, dat is mijn eigen fout. Dat is niet zo lekker, Chrissy. Kan het nou? Ja, ga je teruglopen. Dat is alles stomste. Dat deed hij slim. Even jumpen en dan mee proberen te killen. Ja. Dat deed hij slim. Maar kill ik hem niet. Oh nee, healen. Oh my god. Kijk, waar komt? Hij komt. Oh, achter me! Achter me! Oh my fucking god. Kijk hier. Hé? Ik schoot toch? Ik hoorde ook mijn kogel. Oh, dit is zo slecht. Ik ben zo slecht in snipers. What the motherfuckers? Dat wordt toch een hele leuke opgave. Ik hoor elke keer mijn kogel. Even kijken. Ik hoor elke keer mijn kogel. Dat is zo... Zo irritant. Wat is dit? Een KSG met silencer? Wow! Oh, dat is waar ook. Die range, jongen. Die is gewoon net zo ver, jongen. Dat slaat helemaal nergens op. Zo. Oké, kom maar hier. Waar zit hij? Ik ben hem kwijt. Kom op nou! Oké, even achter me. Weglopen. Waar zit hij dan? Even kijken hier. Oké, wauw! Knife run. 2.
Nee! Ha! Die timing slaat helemaal nergens op. Kom op hier, kom hier. Nou, wat een bullshit toch is dit, hè? Wat een bullshit vind ik dat. Hé? Ik snap het nog steeds niet. Ik snap het echt niet. Ik snap het gewoon niet. Ja, die was niet zo moeilijk, hè? Holy fuck. Ja. Kom maar hier. Pon. Oh my god. Ja. Waar moet ik reloaden? Oh, maar ik heb hem gewonnen. Hoe kan dat in één keer zo snel zijn gaan? Oh, dubbele punten natuurlijk. En ik ben natuurlijk heel erg goed in een dead machine natuurlijk. Je weet zelf. Wow, 30-17. Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Nou ja, weet ik. Ja, 30 kills. Ho, 30 kills. 270 punten, ja. Ik ben altijd van de tactiek van het heen en weer lopen een beetje, weet je? Dat je tussen die spawns blijft. Heel spotten. Zeggen voor de gein altijd, omdat je zeg maar achterblijft, zeg maar. Maar ja, dan moet je me vragen aan Remco. Remco kan het helemaal uitleggen. Oké, nou, ik heb hier wel gewonnen. Ik ga er wel uit nu. Laat het eens even gewoon achter wat voor challenges ik kan gaan doen met Sharpshooter. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye. Yes. Here is Fishy again.